Het hoger onderwijs vindt biodiversiteit belangrijk. Daarom werken universiteiten en hogescholen aan het versterken van biodiversiteit veraf en dichtbij. Ik ben Ruud Vinders van Breda University of Applied Sciences. En wij werken hier aan biodiversiteit door het continueren en stimuleren van de parkachtige omgeving op onze campus. Ik ben Margot Jansen van de Radboud Universiteit. Wij werken actief aan biodiversiteit. Alle planten en dieren krijgen zo een goede kans om zich te vestigen op onze campus. I'm Sarah Campana, a PhD student at the University of Amsterdam and a volunteer at Anna's Garden, which is an example of biodiversity in Amsterdam Science Park. Ik ben Wemin van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wij werken hier aan biodiversiteit door het toepassen van een gevarieerd maaibeleid. Ik ben Wende Hans van Saxion. Wij werken aan biodiversiteit door onze stadscampus stap voor stap te vergroenen. Hierbij ons meest recent voorbeeld. Ik ben Annetje Otto van de Universiteit Leiden. Ik sta hier bij een Living Lab, waar we werken en kijken naar de invloed van stoffen op fauna en flora. Ik ben André de Brouwer van Universiteit Twente. We werken hier aan de biodiversiteit door de gebiedseigen beplanting op een slimme manier in het groenbeheer te passen. Ik ben Dorine Rijmakers van de Universiteit Utrecht en wij werken aan biodiversiteit door houtwallen aan te planten en de bermen ecologisch te beheren. Ik ben Mark Bloeming van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij werken aan biodiversiteit door het creëren van een leefomgeving voor insecten en het bestrijden van invasieve exoten met varkens. Mijn naam is Wiege Wameling, ik ben ecoloog bij Wageningen University and Research. En een van de dingen die wij doen op de campus om de biodiversiteit te stimuleren is het uitgraven van deze natte natuurtuin. Ik ben Ralf van Sage van de Vrije Universiteit Amsterdam. Wij werken hier aan biodiversiteit door de aanleg van insectenvriendelijke groene daken en de botanische tuin. Ik ben Brits van Die, student aan de Hogeschool van Hal Larenstein. In al onze opleidingen is biodiversiteit en zeker duurzaamheid erg belangrijk. Voor mijn afstudeerscriptie heb ik een voedselsysteem ontwikkeld dat kippen, vissen en planten combineert. Dit en meer bij biodiversiteit versterkt. Lees meer over wat het hoger onderwijs met biodiversiteit doet op www.studentenvanmorgen.nl/biodiversiteit.